Omlaag zijn de mensen gewoon heel erg bang. En omhoog willen ze allemaal kopen. Ja. En dat moet je eigenlijk in je hoofd proberen om te Ja, draaien. dat Maar dat moet je echt is omkeren. heel lastig. Dat is heel moeilijk. Er is één gouden ei. Een gouden tip. En die gaan we je nu vertellen. Welkom bij Dopcash, ik ben Chris. Ik ben Barry. En in deze video gaan we met jullie praten over angst. En dat muziekje doet me toch wel wat denken aan angst op mijn bordje. Daar moest ik ineens even aan denken toen ik dacht aan dat ik het woord angst ging gebruiken. Want ja, angst is voor veel traders, investeerders die nieuw zijn, een grote, grote emotionele factor. Een hele grote emotionele factor. Of je bent bang om trades te openen, of je bent bang om een stoploss te verplaatsen, of je bent bang om überhaupt een spot bij te kopen of positie te nemen. In het begin is er veel angst slash onzekerheid bij veel nieuwe investeerders, traders, beleggers, noem maar op. Hoort er allemaal bij, we hebben het allemaal meegemaakt, maar het is eigenlijk een hele vreemde raadgever in angst is een slechte raadgever in investeren. Nee, het laat je hele rare dingen doen eigenlijk. En als we meteen even richting Le Chart switchen, dan zien we eigenlijk, als we kijken naar de chart, zien we, laten we gewoon even beginnen met, oké, we hebben een top gehad van bijna $65.000. Ja. Iedereen was euforisch. Iedereen wilde Bitcoin hebben. Ja. Iedereen. Dan denk je, oké, je gaat investeren met een reden ja. in Bitcoin. Dus je hebt, denk ik, een langetermijnvisie. Anders dan investeer je überhaupt niet. Mm-hmm. Hier wil je dat dus doen. Ja. Hier is iedereen bereid. Iedereen ja. is in die run omhoog bereid om te kopen. Omdat de euforie, wat ook weer een hele aparte emotie is, is overal. Iedereen wil het hebben. Iedereen wordt rijk. Bullish sentiment, hè? Oké, dan droppen we naar het diepste punt ja. op 28,5. Laten we hem daarop afronden. Flinke dump. Maar als jij nou hier die interesse had ja. en dus je onderzoek gedaan hebt en die long-term visie hebt, waarom word je dan hier angstig? Want hier is iedereen scheet zijn broek vol. Ja, iedereen vooral in dit stukje. Vooral iedereen echt, was bang. Vooral echt het allerlaatste stukje hier aan de onderzijde. Ja, dat, ja. Het werd alleen maar erger. Ja. Alleen wij hebben in de video's vaak aangegeven. En dan kan je zeggen, ja, het is makkelijk achteraf. Nee, het is niet achteraf. Want we hebben letterlijk op het moment zelf regelmatig aangegeven. Dat er bepaalde punten lagen waar wij geïnteresseerd waren om spot Bitcoin bij te kopen. En die punten ontstaan later weer. Hebben we ja. nu ook weer aangehaald. Omdat als deze prijsactie ontstaan is, ontstaan er hier ontstaan er ook weer. Deze vind ik ook nog steeds mooi hoor. Op dit moment zijn we daar niet. Maar ergens 40k vind ik ook ja, nog steeds interessant om interessant gebiedje, spot bij te kopen. Maar dat koop je dus pas als de koers weer omlaag gaat. Dus als iedereen angst heeft, dan word ik pas geïnteresseerd om iets te gaan kopen. De long-term visie is helemaal niet veranderd. Daar is helemaal niks veranderd. Dat is het verhaal van de Ferrari wat we laatst verteld hebben. Hij kost 300.000. Volgende week kost hij 200.000. Wil je hem dan nog steeds hebben? Ja, want de Ferrari is nog steeds precies dezelfde auto. Om maar even een auto als voorbeeld te nemen. Ja, angst doet op de gekste momenten de raarste dingen met mensen. Alleen hier is die angst zichtbaar. Hier zie je hem. Hier ja. voel je hem. Ja. Als je dit neerzet, denken mensen ineens, ja, maar dat kan toch, weet je, een koers beweegt nooit, dat hoor ik altijd, die koers beweegt niet, ja, door, maar de rechterlijn omhoog, dit kan. En dat is het ook, dat je het altijd vanuit het nu moment beschouwt. Dus je ziet nu dit, en dan zit je ingezoomd, zit je op de low time frame, en denk je, wow, en je ziet je portfolio down. Maar ook al een voorbeeldje van al die periodes, als je dit nu op zo'n grotere tijdframe ziet. Lower time frame, dit is waar we nu ja. zitten. Ja. Dit is waar we nu mee bezig zijn. Dit was de top op 7 september. En dit is de bodem op 7 september. Ja, in een dag.
Tuurlijk. En de correctie is natuurlijk is echt significant. Dus echt hevig. Dat kan absoluut. Dit is een van die je een paar keer per jaar ziet. Dit was gewoon 20% in dezelfde dag. Het is korte termijn actie. En ik denk dan altijd, als je hem dan weer naar die daily zet. Ja, het event waarvan jij denkt, wow, Bitcoin is stuk. Het gaat niet. Dat is hier gebeurd. 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 Het is niet rare. En als je maar lang genoeg uitzoomt. Waar wij eigenlijk natuurlijk graag naartoe willen. Ja, is dit. Ja. En dan zeg ik, ja, wijst die daling dan nu nog aan? Ja, dat is een dingetje geworden. Dat zie je bijna niet. En inderdaad, wat jij zegt, is hier gebeurd, hier gebeurd, hier gebeurd, hier gebeurd. En na de 6e, 7e, 20e keer van mijn part wordt dat steeds minder eng. Je gaat daarmee om leren gaan, je gaat het begrijpen. En ik snap dat het als beginner, dat eng is. Bitcoin is de laatste tijd ook volatiel. We hebben mensen last van correctie. Komt altijd. Wanneer die komt, weet je niet. Maar hij komt altijd een keer. Omlaag zijn de mensen gewoon heel erg bang. En omhoog willen ze allemaal kopen. Ja. En dat moet je eigenlijk in je hoofd proberen om te draaien. Ja, dan maar moet dat je echt omkeren. Maar dat is heel lastig. Dat is heel moeilijk. Er is één gouden ei. Een gouden tip. En die gaan we je nu vertellen. Ja. Doe ik even de microfoon uit? Nee, grapje. Nee, er is één ding wat je kan doen als je geen trader bent. Je wil wel investeren, maar je weet niet wanneer. Als jij een investeerder bent en je denkt, ja, ik ga af en toe een beetje bitcoin kopen. Weet je, ik heb mijn salaris, ga ik af en toe even wat kopen. En dan heb je zo'n gigantische dump en dan word je bang en dan koop je niet. Maar dat zijn wel de momenten wanneer je moet kopen. Hoe kan je er dan voor zorgen dat je gemiddeld de beste prijs betaalt? We hebben het al vaker aangehaald. Dat is natuurlijk deze, ja. Dat is door het gemiddelde te kopen. En het gemiddelde kan je heel makkelijk erbij halen. Dat is gewoon een moving average. Ja. En deze lijn vind je eng. Je vindt vooral dit eng, hè? Dit. Dat de koers dit doet. Dat doet deze lijn niet. En dit is letterlijk visueel weergegeven deze jaar. Dit is visueel weergegeven wat jouw rendement ongeveer is. Want je koopt gemiddeld de beste prijs. En een moving average geeft het bewegend gemiddelde, het voortschrijdend gemiddelde geeft die aan. Die geeft de gemiddelde beweging aan. Dus dit is visueel gezien ongeveer wat jouw rendement op die manier zou zijn. Maar het maakt in de geschiedenis van Bitcoin dus ook niet heel erg uit wanneer jij bent begonnen. Je maakt altijd winst. Ja, en als jij zegt, ik koop iedere maand koop ik Bitcoin bij. Nou, iedere maand, je had dus gewoon elke candle, hier zou je Bitcoin kunnen kopen. En gemiddeld gezien had jij gewoon meegelift op die hele beweging omhoog. En had je dan het beste moment? Ja, de ene keer heb je misschien het beste moment, het andere keer heb je misschien het slechtste moment. Maar gemiddeld gezien heb je dus de beste prijs betaald voor iemand die helemaal niet weet wat hij aan het doen is, geen kennis heeft. Je kiest ook voor de gemakkelijke weg, want deze jaar is gewoon een gemakkelijke manier van investeren. Kijk, wil je beter, dan moet je gaan traden. Ja. Maar dan moet je ook tijd gaan investeren. Absoluut. Want dat brengt gewoon extra effort. Dit is gewoon, laatste van de maand, maaietje bitcoin. En als je dat maar blijft doen. Ja. Wij hebben natuurlijk vorig jaar al laten zien met een DCA challenge zijn we begonnen. Iedere maand 1000 euro geïnvesteerd, dus dat is 12.000 euro na een jaar. Hebben we natuurlijk ook wel, we hebben twee keer al een DCA gedaan en twee keer hebben we die gestart op de bodem. Wisten wij dat zeker? Nee. Hadden wij een vermoeden dat het eventueel bodemvorming kon zijn? Ja, maar zeker weet je dat nooit. Hebben we toevallig op een goed moment gestart en dat is 52.000 euro geworden. Heel erg nice, maar we zijn dit jaar met iets anders begonnen. Ja. Een DCA challenge onderling. En die challenge die is al een beetje wrecked. Het is nu eigenlijk meer Barry tegen de community. Die is gesaboteerd. Het is nu eigenlijk meer Barry tegen de community. Want die van mij loopt nog wel zoals die zou moeten lopen. Bij Chris is er wat fout gegaan. Dan heeft hij in één klap 3000 geïnvesteerd. In de plaats van 300 wat hij wilde doen misschien. Of hoe dat ook gegaan is het gegaan. Maar er staat te veel in Chris' accounts. We hebben gezegd, oké, we laten dat wat het is. Ik moet nog één maand alleen investeren en dan kan Chris weer meedoen met iedere maand. Dan heb je weer een go. Maar ja, ik denk dat Chris ook daar de bodem te pakken heeft ongeveer. En daarom ga ik Chris denk ik in ieder geval niet meer inhalen. Maar goed, die is dus daardoor ook gedisqualificeerd. Dus het is meer Barry tegen de community. Maar jij staat nu op 3800 euro terwijl je er 3000 hebt geïnvesteerd. Ja. Nou, ik heb er nog geen 3000 geïnvesteerd eigenlijk. Even kijken. Nee, ik heb daar
2500 geïnvesteerd. Want ik moet nog een maand. En dan zit ik gelijk met Chris. Dus ik sta op dit moment op 2773 euro. Maar wanneer zijn we begonnen? 5 maanden geleden. Waar stond de prijs toen? Hoog. Want we zijn begonnen rond 52.000, geloof ik. Hoger als huidig niveau. Veel hoger als het huidig niveau. Veel hoger als huidig niveau. En we hebben dus... Er staat gewoon winst. We staan winst. We staan winst. We zijn begonnen op, ik geloof, 2 of 54 of misschien zelfs 58. We zijn echt hoog in de regio zijn we begonnen met de DCA. Dus dit keer zijn we niet begonnen op een bodem. Nee. We zijn daarna wel redelijk snel richting een afgrond gegaan. Maar als je dan op die afgrond durft te kopen, ja, dan zorg je ervoor dat je uiteindelijk... Als je lange adem hebt, gewoon weer in de plus komt. En dat is de magische truc, want we krijgen talloze verhalen, talloze PM's. Jongens, ik heb op 60.000 bitcoin gekocht. Ik werd bang, ik heb ze er op 30.000 uitgeknikkerd. Ja. Dan maak je geen winst. Nee. En met deze manier maak je wel winst. Ik schrijf hem eventjes deze. Nou, ik ga ze even andersom doen. Ik ga ze even zo wegschrijven. Dat ga ik doen. Want bij jou staat er een vast iets in. Je hebt 3.000 geïnvesteerd, mm-hmm. Je hebt 800 in profit. Nou, ik heb er 2500 geïnvesteerd en dan zijn het er een 200, 200, 300 in profit. Mm-hmm. Ik mag nog 1 maand investeren. Ik zeg wel heel mooi nu van, Chris, die ga ik niet meer inhalen, want die hebben een bondpleetje gedaan. Enigszins klopt dat, maar ik zie ook iets anders. Bij mij zit er 0,34 Ethereum in. Nou, bij jou Ethereum zit er alleen maar Bitcoin in. Ja, Ethereum. Dus het zou naar verloop wel eens anders kunnen gaan lopen door die keuze. Doordat er een stukje Ethereum bij mij in zit. Dat is leuk, weet je. Dat is de ontwikkeling, dat is de challenge. En zelfs ondanks dat foutje ben ik natuurlijk gebrand om het goed te doen en te zorgen dat ik dichter bij Chris kom. Dat kan op deze manier wel eens gebeuren. Gaan we zien. Kijk, ik kan natuurlijk ook de markt niet sturen of aansturen. Maar leuk. Ik vind het challenge onderling toch leuk. Waarom ik dit zo leuk vind, is dat we... Dit is het zoveelste seizoen van deze jaar dat we dit doen. En het werkt altijd. Ja. Het is foolproof. Je moet natuurlijk wel het doen met een asset die de algemene beweging heeft om dit te doen. Hij moet wel stijgen. Ja, je moet dat niet in een altcoin doen die net een week oud is of zo. Dat is heel high risk natuurlijk. Dat is even andere koek. Maar ja, op deze manier is dit dat is het gewoon, meest foolproofe investeringsmodel wat er bestaat. En op deze manier is het ook nog eens een keer heel leuk. Want er doen ook een aantal mensen uit de community doen mee. Die zijn ook op dezelfde tijd als ons gestart. En een van hen maakt zelfs kans op 1000 euro aan Bitcoin einde van het jaar. Degene die het beste doet. Dat is toch dik. Maar ja, als ik het nou het beste doe. Ja, dan heb jij je dadelijk 1000 Pietermannen. 1000 Pietermannen. Kijk. Nee, ik doe daar natuurlijk niet aan mee. Maar we vinden dat wel heel erg tof om te zien. En het is ook leuk dat... Kijk, je kan dit voor jezelf natuurlijk nu ook starten. Doe je niet meer mee met die challenge. Maar je kan wel voor jezelf starten en kijken wat daar gebeurt. Maar dat groepje is dus klein. Dus de kans op een winnaar is binnen dat clubje ook wel redelijk aanwezig. Maar zelfs al doe je niet mee voor die challenge, jongens, doe dat dan alsjeblieft voor jezelf. Je wil gewoon vermogen opbouwen en dit is gewoon een goede manier om vermogen op te bouwen. Ja, goed. Tot zover het stukje angst Bitcoin te kopen en hoe je dat eventueel voor jezelf in kan bouwen. We hebben het nu al jaren laten zien. DCA is iets simpels. DCA werkt. DCA zorgt ervoor dat je geen emotie hebt, dat je geen last hebt van die angst. Je doet gewoon wat je moet doen en de rest gaat vanzelf. Vond je dit weer een toffe video? Abonneer sowieso even op het kanaal. Als je dat nog niet hebt gedaan, druk op het duimpje. Rankt de video weer wat hoger in YouTube en is een blijk van waardering voor ons. Druk je op de bel, krijg je een notificatie als we weer een nieuwe video plaatsen. En zeg je, nou, dat DCA is helemaal niks voor mij. Ik wil gewoon traden en ik wil het leren. Dat kan. Ons leerprogramma vind je ook terug op www.dopecash.nl. Samen met Platinum, ons Discord kanaal, supportlinks. Alles staat op onze website. Bedankt voor het kijken. We wensen jullie veel succes en we zien jullie graag de volgende keer. Dag mensen.